Hey, leuk dat je weer kijkt naar Magic Shop Product Review. Het is weer woensdag, het is een uur of drie. Ik ben nog steeds Ron en dit is nummer 20. Bumper. Nou, ik heb het al 2 of 3 weken geleden beloofd. De Pyro Wallet. Eindelijk kan ik er wat meer over vertellen. Ik kon er eigenlijk vorige week al wat meer over vertellen. Maar deze week ga ik er eindelijk wat meer over vertellen. En, nou moet ik keuzes maken. Want moet je nou eens kijken wat er bij mij is binnengekomen. Een waanzinnig goede DVD van Michael Vincent. Synergy. Een onwijs te gek gaaf James Bond-achtige gadget, Timeless. In de klassieke uitvoering of in de sportuitvoering. Ja, moet ik die dan gaan reviewen? En een mega grote doos Balance van Joshua J. Ja, moet ik die gaan reviewen? Eigenlijk heb ik geen tijd om ze allemaal te doen. Dus we zien wel even waar het schip strandt. Ik begin in ieder geval met Pyro Wallet. Want dat is hetgene waar ik zelf al een paar weken achteraan ben gegaan. Allereerst, Pyro Wallet. Wat is het? Wat kun je ermee? En wat heb je nodig? Nou, allereerst, het is een wallet, een portemonnee, waar je een brandend visitekaartje eigenlijk tevoorschijn uit kan halen. That's it. Meer kan je er in feite niet mee doen. Je kunt het visitekaartje nog veranderen in een... Niet veranderen, maar je kunt het... In plaats van een visitekaartje kun je ook een speelkaart eruit halen. Dat is misschien net zo mooi. Of bijvoorbeeld een brandend bankbiljet. Wat natuurlijk heel gaaf is als je ergens in een restaurant of in een bar staat en je wil het afrekenen. Nou, hoe werkt het? Eigenlijk is het de wallet die het hem doet. In de wallet zit een soort mechanisme ingebouwd. Waarbij jij jouw bank... Of jouw visitekaartje kunt laten ontbranden. Nou, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Want je moet namelijk jouw visitekaartjes prepareren. Dat moet je van tevoren doen. En dat moet je doen met Zippo of een andere merk, maar aansteker vloeistof. Dat werkt het beste. Zoals je ziet, dat zie je eigenlijk niet, maar het zit er niet bij. Het is heel simpel. Ik mag het niet versturen. Amerika mag het niet naar mij versturen. Dus Illusionist, want wij halen dit gewoon bij Illusionist. Illusionist heeft het niet naar ons gestuurd. Als je het in Illusionist rechtstreeks zou bestellen, zou je het ook niet krijgen. Het mag simpelweg niet per post opgestuurd worden. Dus wat je moet doen is, als je deze besteld hebt, of als je hem gaat bestellen, loop naar de winkel, naar de sigarenboer of iets dergelijks, en haal daar een flesje Zippo aansteken vloeistof. Die zijn nog steeds te koop, werkt waanzinnig goed. Gebruiken wij zelf ook. Ruik je de vloeistof dan niet? Dat ruik je, maar... bij Illusionist raden ze een ander merk aan, die ruikt minder. Nou, ik heb eigenlijk goed nieuws voor ze. Het is van dezelfde fabrikant. Het is alleen een iets ander merk, maar het is van dezelfde fabrikant en ook dat ruik je. En eigenlijk ruik je niet zozeer de vloeistof op de kaart, maar eigenlijk ruik je de vloeistof in de lucht. Want je moet je voorstellen, die vloeistof die je erop doet, die vervliegt vrij snel. En dat is hetgene wat je ruikt. Niet zozeer dat het verbrandt, maar het vervliegen. En dat blijft best wel lang. We hebben het een aantal keren getest. Ik wist natuurlijk al dat het op die manier werkte. Wij hebben andere dingen die ook op die manier werken. En die geur, die hou je gewoon. Is dat de reden om het niet te doen? Persoonlijk zeg ik nee. Het maakt mij niet zo gek van uit. Je bent ergens, er komt brand. Ja, ik bedoel, mensen zijn ook niet helemaal achterlijk. Ze snappen heus wel dat er iets aan de hand is. De unit werkt zelf, vind ik... erg prettig. Ik heb hier eigenlijk de afgelopen week best wel veel mee gespeeld. Ik heb er eindelijk heb ik er eentje, dus ik heb er lekker mee lopen spelen. Ik heb wel ontdekt, samen met een klant zeg maar, dat niet alle visitekaartjes geschikt zijn. Onze eigen MagicShop.nl visitekaartjes zijn gemaakt van karton. Die werken perfect. En een klant die hier was, die heeft een soort, er zit een soort plastic coating over zijn visitekaartje, een hele lichte coating. Daar werkte het gewoon simpelweg niet mee. Hoe vaak je, hoeveel je ook van die vloeistof erin deed, hij brandde niet. Het ging er niet echt lekker in. Dus zorg ervoor dat als jij dit gaat doen, dat jouw visitekaartjes van karton gemaakt zijn. En anders kan je natuurlijk altijd wel met een speelkaart doen. Een speelkaart werkt ook perfect. Je kunt er een stuk of 4-5 kaartjes prepareren. Doe je van tevoren. Die stop je in de wallet. En daarna kun je ze eigenlijk één voor één tevoorschijn halen.
Het is wel zo, ik denk, ik heb het niet uitgetest, althans ik heb het niet goed genoeg uitgetest, maar je zou dat in de praktijk denk ik zelf moeten gaan ervaren en uittesten. Ik denk dat je, als je je visitekaartje hebt geprepareerd, je stopt ze in je wallet, je gaat aan het werk. Ik denk wel dat je binnen een uur je laatste visitekaartje moet hebben weggegeven. Anders is denk ik het Zippo-vloeistof helemaal uitgebrand. En zeker in het begin, er komt serieus zo'n vlam uit. Super gaaf. De technologie die hierin zit is waanzinnig mooi. Het werkt eigenlijk met een soort stroom. Dat klinkt heel raar, maar het werkt met stroom. De unit is ook gewoon oplaadbaar middels een USB-oplader. Er zit een oplader bij, maar die is eigenlijk gemaakt voor een Amerikaans stopcontact. Heel simpel, met een omvormer kun je hem natuurlijk gewoon prima in Nederland of België gebruiken. Maar ik zou dan toch denk ik liever aanraden om de USB-lader te gebruiken. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. En bijna elke mobiele telefoon zit zo'n USB-lader bij. Dus ongetwijfeld dat je thuis een USB-lader hebt. En de USB-kabel naar de, portemonnee zit er gewoon bij. Al met al kost Pyro €75. Een waanzinnig mooie strakke prijs. Gratis verzending als je het bij Magicshow.nl bestelt. En natuurlijk je kortingspunten, want vergeet dat niet. Heel veel mensen zeggen wel eens, hey, €75, hartstikke duur. Dat is niet duur, want het is in de BTW. Dus als je een bedrijf hebt, kan je BTW aftrekken. En als je geen bedrijf hebt en je bestelt in het buitenland, heb je kans dat je invoerrechten moet gaan betalen. Want ja, deze units die kwamen bij mij ook bij de douane te liggen. Maar goed, voor mij als bedrijf is het weer anders. Maar om een lang verhaal kort te maken. €75 is echt geen dure prijs. Is het duur voor het product? Ik denk voor wat je krijgt is het denk ik wel de moeite waard. Ik had liever gehad dat het wat goedkoper had geweest. Ja, uiteraard. Maar ik bedoel, het is niet zo dat je voor €75 iets... Je kan er maar één ding mee. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Het kost dan €75 en eigenlijk kun je er alleen een visitekaartje brandend mee produceren. Wel ben ik het mee eens met Adam Welber. Je valt op. Als jij dat doet ergens, boom, hé, wat gebeurt daar? Wauw, hé, dat is een goed, hé, dat is een goochelaar, te gek. Je krijgt meteen reacties. Dus als jij professioneel werkt, dan zal je ongetwijfeld hier wel een volgende boeking uit kunnen krijgen. En dan is €75 natuurlijk een schijntje, want ik bedoel, als je één boeking eruit kan krijgen, ja, hey, dan heb je die al heel snel terugverdiend. Dus al met al, Pyro, wat zit er eigenlijk in de doos? Nou ja, wat ik al zei, de wallet zit erin, er zit een oplaadkabel bij, er zit een USB, of er zit een charger, een oplader bij. En uiteraard de instructie om het videootje te bekijken. Vrij uitgebreid. Natuurlijk, Amerikanen, pas op, kijk uit als je 18 bent enzovoorts. Dus het is natuurlijk echt vuur, hou daar rekening mee. En ja, ik zou zeggen, doe je vormen. Ik heb ze weer op voorraad. En mocht je er meer vragen over hebben, schroom niet, bel of mail mij gewoon. Want ik leg best wel vaak dingetjes uit, merk ik, de laatste tijd via de mail. En het is niet zo dat je mailt dat ik alles uitleg, maar ik zou heel graag willen dat je goed geïnformeerd bent voordat je zegt, ja, hey, ik ga voor €75 iets kopen. Of dat je bijvoorbeeld voor iets duurder koopt. Want, even naar het volgende product. Ik ga er eigenlijk even heel kort wat over vertellen. Misschien dat ik later een eigen review hierover maak. Ik denk dat ik voor Timeless eerdaags een specifieke review erover ga maken. Want hier wil ik nog even wat meer mee gaan spelen. Allereerst, nogmaals, ik heb ze in twee varianten. De Classic en de Sport. En het effect, ja, het is echt waanzinnig. En als je eenmaal ziet hoe dit werkt, dan wil je het eigenlijk hebben. Buiten het feit dat het misschien bij veel mensen buiten het budget valt. Maar het effect is eigenlijk dat een ring verdwijnt. Op tafel staat een doosje met een zegel erop. Het doosje komt ergens waarschijnlijk opgestuurd vanuit Amerika of weet ik van waar het vandaan komt. Dat maakt natuurlijk niet zo gek veel uit. Je pakt het doosje erbij, je geeft het doosje aan je toeschouwer. Je toeschouwer mag het doosje openmaken. Gewoon zo'n bruin kartonnen verzenddoosje. En in dat doosje zit een volgende doosje. En dat is een gift, een cadeau. Er zit ook een strik omheen. De toeschouwer mag de strik eraf halen, mag het deksel van het doosje eraf halen. En in het doosje zit een horloge. Hé, dat rijmt. In het doosje zit een horloge. En dus een sporthorloge of een classic-achtig horloge. Moet je maar eens op de site kijken wat het verschil is. In ieder geval, het doosje, portemonnee. Het horloge uit het doosje wordt eruit gehaald. Leg je op de hand van de toeschouwer en je zegt, nou kijk, mijn handen zijn helemaal leeg. Even recapituleren, we hebben een ring, die is verdwenen.
En ja, dan heb jij een doos gepakt. Of heb ik een doos gepakt. In die doos zat een tweede doos. Strik eraf gehaald, doosje eraf gehaald, bla bla bla. Horloge eruit. Je schroeft de onderkant van het doosje, van de horloge open. Of dat mogen zij zelf doen. Dus het horloge, ze schroeven de onderplaat eraf. Open, eraf. En in het horloge zit de ring of een munt die gesigneerd is. Als het een beetje kleins is. Waanzinnig mooi. En hierin zit een mechanisme. Wauw, James Bond wordt hier helemaal gek van. Dit is echt een James Bond dingetje. Als je eenmaal ziet hoe het werkt, dan wil je het eigenlijk alleen maar... Eigenlijk zou ik het liefst laten zien hoe het werkt. Zo mooi is dit. En ik weet zeker dat als jij dit koopt en je gaat het aan iemand laten zien... dan denk ik dat je bijna nog gaat vertellen hoe het werkt. Omdat het zo onwijs gaaf werkt. Timeless is niet goedkoop. Even spieken. Kanonnen. €425. Zie ik staan, 4,25. Dat is een hoog bedrag, maar het, je ziet meteen dat het waard is. Het is gemaakt door jou, Miranda. Ik weet niet of het goed uitspreekt, maar we begrijpen allemaal wat ik bedoel. En dit is kwaliteit, topkwaliteit. Dus nogmaals, ik ga hier misschien, ik weet het nog niet zeker, want er komt elke keer wat nieuws bij. Maar ik ga hier misschien nog wel eens een keer een nieuwe specifieke review over maken, over Timeless. Mocht je een keer in de winkel zijn, kom gerust langs, vraag naar een soort demo of in ieder geval kan ik even laten zien wat het is. Want het is echt, echt gaaf, echt gaaf. Boven het budget voor velen denk ik, maar in ieder geval ja, een mooi kerstcadeau als je het mij vraagt. Oké, officieel trouwens, hij is in de pre-sale. Ik heb er hier natuurlijk wel al een paar liggen, maar dat komt, wij krijgen ze opgestuurd om dit soort reviews te maken, dan kunnen wij vast kijken. Als je hem bestelt, ik mag hem simpelweg nog niet eerder aan je verkopen. Dan moet ik even denken, want het is vandaag woensdag. Ik denk vrijdag, dus 2 dagjes geduld. Oké, wat ik al wel mag verkopen en wat ietsjes goedkoper is dan Timeless voor 4,25 is deze. En deze kost bij ons €200. En dat is Balance. Heel erg leuk. En... €200. Is €200 het waard? Ja en nee. Daarmee bedoel ik... ik heb deze video op mijn Instagram account gezet. Hey, volg je me nog niet? Check even mijn Instagram. Ik hoop dat Jean-Paul deze hint begrijpt dat hij hieronder heeft gezet. Dat hij mijn link naar Instagram moet zetten. Namelijk heb ik deze vorige week op Instagram gezet. En ik kreeg direct, eigenlijk binnen een uur kreeg ik al een mail van een of ander bedrijf. Die zei, mag ik alsjeblieft jouw video gebruiken en 3 dagen later ging de video viraal. Dat wil zeggen, er werd opgepakt door BuzzFeed en door MSN en volgens mij waren er nog 1 of 2 die deze video van mij dus online hebben gezet, wereldwijd. Dus het spreekt de mensen aan. En als je denk ik dit doet bij je optreden, dan ja, net als die Pyro Wallet, mensen denken van wauw, te gek en dan heb je kans op een vervolgboeking of een volgende boeking. Nou, wat zit er allemaal in Balance? Nou, anders kijk je eventjes op dat Instagram account. Dan zie je een beetje wat ik in een minuut tijd doe ik het hele routine. En in principe is het natuurlijk veel langer. Want je kunt al de voorwerpen kun je uit handen geven. Je kunt alles laten controleren. Je neemt de voorwerpen terug en daarna ga je ze eigenlijk op elkaar stapelen. Op een onmogelijke manier blijven ze balanceren. En als je klaar bent, ja, dan neem je een stap naar achter. Alles blijft staan. Mensen kunnen er eventueel foto's van maken als je dat zou willen. En daarna kun je alles weer afstapelen en netjes opruimen. De eerste vraag die ik kreeg van iemand die dit kocht is... Hey, er zit een crayon doosje bij. Krijtjes. Heb je die ook met sigaretten? Nou, hij legt uit op de uitleg. Joshua J. Een van de beste goocheldocenten. Vind ik, die er rondlopen. Hij kan onwijs goed uitleggen. Hij legt ook uit hoe je je eigen voorwerpen kunt maken. Dus stel dat jij denkt, ja, hey, dat met het krijtje vind ik niet zo mooi. Of ik doe het liever met een sigarettendoosje. Nou, wordt allemaal uitgelegd hoe je dat zelf moet maken. Hoe je dat zelf moet verbouwen. Maar ze hebben in principe gekozen, of ze, Joshua J. heeft gekozen voor alledaagse voorwerpen. Dus het flesje is iets wat je gewoon simpel, ja, dat kun je gewoon halen. Ken je het niet, snijd het etiket eraf, doe er een nieuw Gatorade, een Nederlands Gatorade etiket omheen en voilà, klaar. Een potlood, dat kennen we. Tandenborstel, dat is heel normaal. Spelkaarten, het is gewoon een bicycle deck. Het enige waar dus een vraag over zou zijn, zijn het crayondoosjes, omdat we dat in Nederland niet kennen. Fout. Wij hebben dat in Nederland ook gewoon. Ik heb zelf jongere kinderen en ja, op school, bij mij op school, tenminste niet bij mij op school, maar
van mijn zoon, schrijven ze met deze exact dezelfde krijtjes. Dus in deze tijd is het niet raar meer als je zo'n doosje hebt. Je kunt zeggen dat je bij de Action hebt gekocht. Action hebt heel vaak, dan halen ze iets, dan kopen ze bijvoorbeeld een paar pallets op en daarna is het op en is het klaar. En soms krijgen we de meest rare verpakkingen. En ik ga regelmatig naar de Action om te kijken of ik leuke dingen zie om mee te goochelen. En crayons heb ik dan nooit gezien, maar het zou kunnen dat je dat daar vandaan hebt gehaald. Dus maak je daar niet al te veel zorgen om dat mensen denken, hé, dat kennen wij niet. Want dat kennen we wel gewoon. Die krijtjes zijn gewoon, daar krijt ze mee op school. Wasco krijtjes heette het. Wasco, zo was het. Oké, Balance by Joshua J. Ik heb er nog een paar. En daarna zijn ze op, want ze zijn momenteel al bij mijn leverancier, zijn ze uit voorraad. En als ze op zijn, en ik moet nieuw kopen, vanaf 1 januari gaat de prijs omhoog. Dus mocht je dit zitten te kijken en je ziet nog het groene vintje op mijn website staan, voorraad, en je wil hem heel graag hebben, doe jezelf een plezier. Bespaar jezelf €50 uit, want hij wordt 250 plus minus euro. Dus hou daar eventjes rekening mee. Iets wat geen €250 kost, maar slechts €35. En eigenlijk wil ik aan iedereen zeggen die serieus met goochelen bezig is, stop met kijken, ga naar de website, bestel deze DVD. En dit is de beste aankoop die je in de maand december hebt kunnen doen. Is dat een statement? Dat is wel een statement. Oké, één van de beste items. Dit is ook goed, dat is goed. Maar dit is echt goed. Michael Vincent is wat mij betreft een waanzinnig goede leraar. Misschien de effecten die erop staan zijn niet voor jou geschikt. Maar de manier hoe die het doet, hoe die het brengt en hoe die met zijn publiek omgaat, alleen dat al is een must. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik je deze DVD eventjes wil laten zien. Want ik zie dat ik alweer veel te veel gepraat heb, dus ik ga er niet al te veel meer over vertellen. Nogmaals, voor mij betreft is dit een aanrader. De DVD is €35 en er zitten een aantal effecten bij. Nogmaals, het gaat eigenlijk niet eens om de effecten. Het gaat, voor mij betreft, om zijn hele manier van presenteren van goochelen eigenlijk. Zijn hele manier van goochelen, dat is denk ik hoe wij als goochelaars gewoon naar het goochelen moeten kijken. Zo hoort het. Zo is het goed. Synergy. Oké. Even denken hoor. Volgens mij heb ik alles gehad. Eindelijk de Pyro. Ik ga even mijn speakbrief kijken. Heb ik hier geplakt. Pyro heb ik gedaan. €75. Synergy. €35. Oh ja, Thumbtip Igniter wilde ik eigenlijk ook nog eventjes laten zien. Ja, zie je, ik heb zoveel binnengekregen. Nou, dan moet ik die maar eventjes een andere keer doen. Want die heb ik ook. Thumbtip Igniter. Gaaf ding. Dan kun je uit het niets een flushpapertje laten ontbranden. En uit het niets, de titel van de truc, Thumbtip Igniter, zegt denk ik wel genoeg hoe het werkt. Dus op zich denk ik wel dat je een idee hebt hoe je dit zou moeten doen. Maar in ieder geval ook een top ding. Ja, hey, ik had hem hier wel opgeschreven, maar ik heb hem waarschijnlijk vergeten te pakken net. Thumbtip Igniter, en die is eventueel 110, bijna, 109 nog wat. Timeless heb ik verteld. Balance heb ik verteld. Het zit erop. Volgende week ben ik er weer, want dan is het nog geen kerst. Nee, volgende week ben ik er weer en ik denk dat dat even de laatste Magic Shop Product Review van dit jaar is. En vanaf januari gaan we gewoon weer lekker verder. Denk eraan, 1 januari van de maand, volgens mij is het de 5e uit mijn hoofd. 5 januari is het ook gewoon weer super zaterdag. Dus ik zou zeggen, kom dan lekker langs. Kunnen we elkaar een hand geven. Gelukkig nieuwjaar, de beste wensen voor 2019. En anders misschien tot in de shop. Wees op tijd met bestellen. In december is het gewoon druk bij de post. En wij versturen met PostNL. En rond Sinterklaas was de chaos. Ik hoop dat het niet weer gebeurt. Maar ik hou mijn hart vast. Dus zorg ervoor dat je op tijd jouw spullen bestelt. Als je het voor de kerst wil hebben. Hè. Tussen kerst en nieuwjaar zijn we ook gewoon open. Dat wil zeggen tussen kerst en nieuwjaar. En Oudejaarsdag 31 december, dan ben ik lekker vrij. Dus hou ook daar rekening mee. En ook dat zal nog eventjes allemaal op de website komen, magicshop.nl. Ik stop ermee. Ik ga een bak koffie nemen. Bedankt voor het kijken. En ik zie jou misschien in de winkel, misschien online, misschien op Instagram of waar dan ook. En anders tot volgende week. Doeg!